gaan doen waarbij we de kaken goed losmaken, zodat we erop voorbereid zijn en we makkelijk kunnen praten. Ik wil de 8 gasten op mijn podium uitnodigen om mee te doen met deze oefening. Jullie zitten me niet aan te kijken van, meent u dit? Ja, ik meen het. Het is heel simpel. Ik zeg 3 kleine zinnetjes en elke keer zeg je me na. Je zal zien, het is niet moeilijk. Kom de eerste zin, let op. Fietst ze of fietst ze niet? Fietst ze of fietst ze niet? Ja, daarbij is het belangrijk dat je ervoor zorgt dat je de laatste T uitspreekt. Je merkt dat veel mensen verzanden in fietsen of fietsen niet. Nee, de opdracht is fietst ze of fietst ze niet. Ga je gang. Fietst ze of fietst ze niet? Precies. Dan gaan we 1 stap makkelijker, puur om het even in de war te brengen. Dan zeg je loopt ze of loopt ze niet? Loopt ze of loopt ze niet? Precies, en nou gaan we naar de moeilijke. Dat is een S-C-H-E-R-T-S-T. Schertst ze of schertst ze niet? Ga je gang. Schertst ze of schertst ze niet? De helft heeft geen idee waar ze het over hebben, maar het klonk goed. Applaus voor jezelf. Nou hebben we natuurlijk allemaal meegekregen dat er de afgelopen weken veel is gedemonstreerd. En wat je merkte is dat de discussie na afloop heel erg verzandde over randzaken. Maar dat we het niet meer hadden over waarom er nou werd gedemonstreerd. En er werd gedemonstreerd omdat bepaalde mensen bepaalde dingen goed zat zijn. En een van de dingen waar het over gaat is diversiteit en inclusie. Nou kunnen we hier wel weer een show maken waarbij we allemaal voorbeelden gaan geven van ja, en dit is mij toen gebeurd en dat is mij toen overkomen. Dat willen we niet. Wat we willen is dat we gaan praten over hoe gaan we ervoor zorgen dat het beter wordt. En hoe gaan we dat doen binnen het ROC. En vandaar deze lieve mooie mensen achter me om daarover met elkaar in gesprek te gaan. Ik ken ze niet, dus ik heb een speakbrief hier. Zodat ik de juiste persoon op het juiste moment aanspreek. En ik wil heel graag beginnen met meneer Bastiaan Smits. Wat is jouw visie over inclusie op het ROC? Nou, mijn visie is dat dat een thema is waar we echt aandacht moeten besteden. Want wij zijn een school waarin we opleiden voor beroepspraktijk. En we worden gevormd door ook de studenten en de wereld om ons heen. En we maken er onderdeel van uit. Dus is het thema inclusie en dit thema wat, ja, waar we denk ik nu geschiedenis mee schrijven. Ik dacht eerst, we schrijven geschiedenis met corona. Maar we gaan dit misschien wel met Black Lives Matter doen. En het hele beweging die daarmee is opgekomen. En ik vind dat we daar op school als vanzelfsprekend, maar het is niet vanzelfsprekend, dus je moet het actief doen, het gesprek met elkaar over moeten hebben. Op allerlei niveaus en studenten onderling, maar ook collega's onderling. En ik vind dat we daar wat in te betekenen hebben. En onze studenten, ja, dat zei ik net, die leren een beroep, maar die worden hier ook groot. En het is goed om met elkaar ook te leren hoe je dat gesprek voert. Dankjewel. Dat is een actieve rol in. Dat is een perspectief van iemand met een leidinggevende functie binnen de organisatie. Ik ben benieuwd wat iemand als Anicia daarover te zeggen heeft. Wat is jouw visie en jouw ervaringen daar waar het gaat over inclusiviteit binnen het ROC van Amsterdam? Ik denk dat dit een mooi plaatje is en qua beleid is het wel heel mooi, maar in de werkelijkheid dan is het wel heel anders. Je past je natuurlijk wel aan de omgeving waar je in zit en je werkt mee, maar als je echt goed kijkt, we hebben het er steeds over, maar doen we het ook, voeren we dat uit. Mm-hmm. En dat idee heb ik dat we hebben nog veel te doen daarin. En wat kunnen we dan doen? Als we doelgericht, want we willen heel graag doelgericht oplossend denken in deze show. Dus wat zouden we kunnen doen om het dan beter te maken? Welke eerlijk stappen? Eerlijk zijn met onszelf, met elkaar. Want we hebben het steeds over en dan hebben we weer een mooi beleidsstuk geschreven en dan hebben we weer wat gedaan. En prachtig, het klopt, maar in de werkelijkheid is het niet zo, is het wel anders. Dus we moeten gewoon eerlijk met onszelf zijn. Waar staan we? Waar kan je een concreet voorbeeld geven van waar die eerlijkheid volgens jou dan ontbreekt? Als je kijkt naar zeg maar medewerkers van de ROC. En dan hebben we het steeds over diversiteit. En we hebben een heel divers team. Maar meestal als ik in een omgeving kom met medewerkers, kijk ik rond, zie ik weinig zwarte mensen. Maar iemand heeft een gemixte achtergrond, laat ik het maar zo zeggen. Dan is het al genoeg divers. Mm-hmm. Maar het is. En dan kijk je naar zeg maar de bovenste laag. Ik zie niemand die op mij lijkt. Nee. Oké, okay. Ik hoor hier achter me ene André Cairo geluid maken. Ik zou je de gelegenheid geven om te ventileren. Wij zijn binnen het ROC van Amsterdam. Hou eens op met dat getap dance. Want dat een van de, ja, wij zijn in het ROC van Amsterdam het grootste ROC van Nederland. Ja. Als ik kijk naar de stad Amsterdam en de diversiteit binnen Amsterdam,
dan vind ik dat wij binnen het ROC van Amsterdam onvoldoende afspiegeling zijn van de populatie van Amsterdam. Als je kijkt naar de onderwijsteams, en dan heb ik het over de docentenkorps, in sommige teams is het een hele goede afspiegeling. In andere teams zie je dat het eigenlijk een witte populatie is. En de populatie van de studenten is heel erg divers. Dus ik denk dat je daar nog wat aan te doen hebt. Als ik verder omhoog ga richting het managementteam en het directieteam, dan wordt het steeds witter. We hebben onlangs een managementconferentie gehouden en ik heb bewust een foto gemaakt van de zaal. En als er 100 mensen daar hebben gezeten, kan je het aantal mensen met een migrantenachtergrond op één hand tellen en je houdt een heleboel vingers over. Dus waar ik voor pleit is dat wij binnen het ROC van Amsterdam op directieniveau, op het niveau van de Raad van Bestuur, de diversiteit die we wel hebben binnen de stad Amsterdam, dat doorcijpelt richting de directies en richting de Raad van Bestuur, zodat wij een goede afspiegeling zijn van de maatschappij waar we in wonen. En we willen met elkaar samenleven en samenwonen, dus dan moeten we ook de afspiegeling zijn van die samenleving. Duidelijk, helder, concreet en toepasbaar. Ik wil even aan Mercedes vragen wat jij als student aan deze onderwijsinstelling merkt en jouw ervaringen zijn daar waar het gaat over inclusiviteit en diversiteit. Ja, mijn ervaringen zijn... ik moet eerlijk zeggen, we hebben het niet zoveel met elkaar over in de klas, maar ik merk wel buiten ook. Ja. En ik vind in de klas, wij studenten kunnen ook meehelpen aan de diversiteit om erover te praten en wat wij ervan kunnen vinden. En zo kunnen we ook helpen met ideeën van hoe we het kunnen veranderen. En dat, denk ik. Geldt het ook voor jou? Geldt ook voor mij, zeker. Daarom ben ik ook vandaag hier, ook voor mezelf, omdat ik ook mee wil helpen aan de verandering. En als je zegt verandering, kun je me een idee geven van waar jij dan aan denkt? Waar ik aan denk? Even kijken. Wat moet er anders? Want verandering betekent dat er iets anders moet. Ja. Wat zou er volgens jou anders moeten? Ja, net als wat meneer zegt, meer diversiteit binnen het management ook. En ja, dat eigenlijk. Alright, dankjewel. Imani, jij wil iets zeggen ook? Ik wil terugkomen op, denk ik, wat er beter kan. Ja. Ik denk dat ik weet niet of dat overal is, op elke opleiding, maar wij hebben burgerschap. Mm-hmm. En daar gaat het veel over geld en hoe ga je met je geld om. Mm-hmm. Maar ik denk dat je daar ook veel meer kan praten over de diversiteit en de afkomsten en racisme. Ik denk dat dat vooral in het onderwijs heel belangrijk is. Jij denkt dat een sociaal-maatschappelijke focus daar meer op zijn plek is? Ja, precies. Oké. Okay. Zou je daarop kunnen reageren, Bastiaan? Ja. Nee, ik zei net, en je zei net dat is een standpunt van een leidinggevende, dat klopt. Maar ik zeg ook niet dat we dat wel volop doen, maar dat we daar misschien nog wel meer aandacht aan moeten hebben. Ja. En dat we er ook verder stappen in willen maken. Dus in die zin zie ik dat ook juist. En ik denk ook dat we daar ontzettend studenten bij nodig hebben. Omdat wij misschien ook wel een soort bepaalde blik hebben die eenzijdig is. En dat je dat gesprek dus ook met studenten moet doen. En ook hun inbreng vanuit hun perceptie, hun leefwereld, dat in moet brengen. Ja. Dus dat vind ik heel waardevol. En ik denk inderdaad, dat is een beetje zo'n onderwijskundige antwoord. Burgerschap gaat over vele thema's. Ja. En die gaat ook over geld. Maar die zal ook zeker moeten gaan over hoe werken wij hier samen, hoe leven we hier samen en hoe gaan we om. En ook hoe ga je om als het schuurt, hè? Want het is allemaal niet zo makkelijk. Nee. Het gaat soms mis ook gewoon. En hoe heb je daar ook woorden en taal voor en manieren om met elkaar. Ja, dan ben ik toch wel erg van het gesprek voeren. Maar dat kan soms ook wel even schurend zijn. Precies. Debbie, jij zit er ook. Wat is jouw reactie op de dingen die je tot nu toe hebt gehoord? Ja, herkenbaar, denk ik. Ik denk ook wel, daar ben ik wel met haar eens, is dat we ook dingen moeten doen. Als je kijkt naar het personeelsbestand, er wordt vaak gezegd, ja, dat vinden we allemaal niet binnen diverse groepen. Ik denk dat we daar goed moeten zoeken, want die zijn er echt. Ook op allerlei niveaus, van management, docenten tot aan de Raad van Bestuur. Dat is het. En ik denk dat ik ook wel dat de tijd van praten ook wel voorbij is. We moeten echt dingen doen. Als ik kijk naar waar ik leidingen geef, zijn de veiligheidsberoepen. Mm-hmm. Die zijn ook de politieopleiding, die is vaak wit. Nou, daar kun je starten. En ik stel voor dat iedereen op zijn eigen of haar eigen terrein klein begint. Want het is een ingewikkeld onderwerp. Mm-hmm. Maar het moet en bespreekbaar zijn en je moet ermee beginnen. En het schuurt inderdaad, absoluut. Ja. Fatima, wat is jouw reactie op de dingen die je tot nu toe voorbij hebt horen komen?
Nou ja, herkenbaar ook voor de studenten dat ze aangeven, we willen een rolmodel zien. We willen dat het ook, dat het gewoon echt ook de herkenbaarheid is. Dat we ook ook een beeld hebben van de samenstelling van onze doelgroep. Het is denk ik dat we wel weten wat aan de hand is. Dat het noodzaak is. Maar het is ook de lef tonen om ook te doen. Ik denk dat we al genoeg hebben gekletst. Ik denk dat we ook al vaak op de Dam of iets ergens anders hebben geprotesteerd. Wat niet kan. En ik vind dat we als school een voorbeeld moeten zijn. Dat van diversiteit en inclusie. Dat we ook daadwerkelijk moeten inzetten. En ik zal je een voorbeeld noemen. Graag. Bijvoorbeeld, helaas gaat onze directeur of voorzitter weg. En dan gaan we nu wel divers inzetten. Maar dan wordt het toch gezegd door collega's. Maar we gaan wel voor kwaliteit. Als een soort van voorwaarde. Als een soort van, ja. Ja, het is niet eens dat ze denken van, nou ja, wat zeg ik dan eigenlijk? Maar uiteindelijk zeggen dan contra. Ja. Diversiteit is geen kwaliteit. En als we nu met z'n allen dat lef in te zetten met de mindset. Dat we daadwerkelijk met elkaar dat ook gaan inzien. Dat we in belang van onze studenten, onze klanten noem ik dat ook. Uh-huh. Dat we dat rolmodel in Amsterdam, zijn we toch ook echt wel lefgozers daarin. Ja. Dat we dat ook doen en met elkaar. Of je nou wit, zwart, geel bent of wat dan ook. Maar dat diversiteit niet iets is van, nou daar moeten we even over hebben. Het is een must. Net als water en brood. Dat je eerste voedingsmateriaal is van wat je nodig hebt. Is dit ook nodig. En dat hoop ik ook. Dat wat we hebben meegemaakt in Amerika. Dat verstikking. Ja. Dat het bij iedereen, dat verstikkend gevoel. Dat we daardoor ook kunnen zeggen van of wat voor afkomst je ook hebt, dat we het samen kunnen doen. Hand in hand. Maar wel de eerste stap te zetten. Dankjewel. Lieke? Ik zie twee handen omhoog. Ja, nee, sorry, maar we hebben jou nog niet gehoord. Dus ik vind het fijn dat we allemaal even onze stem hebben laten allereerst, horen. Ik wil even één opmerking over het woord diversiteit, want ik hoor het de hele tijd. Ja. En ik denk, we zien er divers uit. Ja. Maar diversiteit is pas echt divers als het inclusief is. Aha. Dus we horen wel twee dingen, maar eigenlijk wil ik gewoon diversiteit niet meer horen, maar gewoon inclusiviteit. Want dat betekent ook wat Fatima zegt, dat iemand ook echt mee mag doen. Ja. Want het is leuk als het er zo uitziet, maar het moet ook wel echt op inhoud daar ook zijn. En dat heeft me heel erg, ik heb die managementconferentie met André mogen doen en dat heeft me toen heel erg geraakt waar hij tegenaan loopt. En daar gaan we vandaag niet over hebben, maar ik denk wel dat het belangrijk is om daar al te starten. Ja. En wat ik vooral ook belangrijk vind is dat wij zijn een soort pilot begonnen. Ja. We kunnen nu geen pilot meer noemen, want het is iets wat er is over een aanpak binnen het ROC als het gaat om discriminatie en racisme. Uh-huh. En daarbij merk je dat nog heel veel mensen, ja, maar het valt toch wel mee, het is een grapje en nee. En, ach, het is de olifant in de kamer, op een moment dat je het herkent, heb je een probleem. Maar je merkt vooral dat het bij witte collega's zo is. Dus studenten geven ook aan van, ja, ik ga niet zo snel naar diegene, want die gaat me niet begrijpen. En ik denk dat we daar een stap in moeten maken en dat je niet meer kan zeggen, nou, maar het valt toch wel mee. Nee, we kunnen nu, en ik hoop echt dat wat er nu in de wereld gebeurt, dat het verschil gaat maken overal, dat we nu niet meer kunnen zeggen, oh nee, het is er niet. Weet je? Je kan niet meer ignorant zijn. Nee. Want dan moet je echt. Er zijn pagina's zoals withuiswerk.nl, waar je documentaires kan kijken, waar je kan luisteren naar podcasts, waar alles is. Dus kijk naar jezelf. Hoe kan je jezelf onderwijzen? Val andere mensen daar niet mee lastig in eerste instantie? En dan ga kijken, wat kan ik dan veranderen? Oké, ik word een beetje, maar jullie mogen nu. Dankjewel. Voordat we hier verder gaan met het gesprek op het podium, wil ik je uitdagen om thuis ook mee te doen als je zit te kijken. Je kan in de chat je vraag indienen en die komt dan op magische wijze tot mij op het podium en dan behandel ik hem. Er waren hier wat reacties, zag ik. Ja, ik wilde even reageren op wat Fatima net zei. Fatima gaf aan dat toen ze zei van nou we zoeken diversiteit voor het vervangen van onze nieuwe voorzitter, dat er gezegd is nee we gaan voor kwaliteit. Daarmee zeg je eigenlijk dat diversiteit geen kwaliteit meeneemt. Daar komt het op neer. Tegelijkertijd, als ik naar mezelf kijk en dan denk ik dat ik, omdat ik een andere cultuur heb, ik heb een ander temperament, ik kijk anders, ik denk anders, ik doe andere dingen, dat het op zich al een kwaliteit is. Dus eigenlijk moet je blij zijn als iemand met een hele andere achtergrond solliciteert, dus iemand die niet op je lijkt, op de witte man of de witte vrouw, iemand die niet op je lijkt, voegt al iets toe aan de organisatie. Ja. Dus ik ben al van meerwaarde vanwege het feit dat ik solliciteer op die functie. Mm-hmm. Dus eigenlijk heb ik al een meerwaarde, dus over kwaliteit gesproken, mijn rugzak is er ook nog, hè, waar al mijn kennis en ervaring in zit. Ja. Dus los van mijn kennis en ervaring, de persoon André brengt al zoveel met zich mee dat je eigenlijk bijna niet allemaal mee kan. En dit punt wordt te vaak niet gezien? Wordt niet gezien, zelf nog, het wordt genegeerd. Omdat er gezegd wordt, we gaan voor kwaliteit. Ja. Waardoor kwaliteit gedefinieerd wordt als niet een migrantenachtergrond, maar misschien wit. Precies. Dus even niet, maar het is maar, we gaan voor kwaliteit. Ja. Dus het is wel maar, even een. Ja. Anicia?
Sorry. Ja. ik denk niet, maar misschien is dat ik altijd van het goede uitga, zeg maar. Ik denk niet dat ROC zich van bewust is. Maar dat is sowieso het probleem, denk ik. Dat is een veel voorkomend obstakel in de hele discussie. Ja. Dat het vaak onbewust gebeurt. En ik denk van, en om dat te openbreken, zeg maar, om dat gesprek aan te gaan, wordt het wel heel pijnlijk. En het wordt awkward. Het wordt heel ongemakkelijk. Het wordt ongemakkelijk, maar dat ongemak moeten we ervaren, want precies. Anders kan je er niet doorheen. Maar zijn we daar klaar voor? Want we hebben, we hadden het over, ik spreek dan voor onze college Zuid. Een van onze kernwaarden is lef. En telkens als ik dat woord hoor, gaan mijn haren overeind staan van... De kernwaarde is? Lef. Lef. Ja. En waarom reageer je daar zo op? Dat tonen we niet. Okay. En we doen kleine dingetjes. Kijk, je moet maar een klein dingetje doen en dan is iedereen al tevreden. En dan zit ik daar en denk van, er moet meer. En dan zeg ik dat, ja, maar we hebben dit en dit gedaan. En dan denk ik van, weet je, laat maar, jullie zijn nog niet er klaar voor. En dat neem ik ook mezelf kwalijk, want ik doe dan mee. Ik draag hem bij, zeg maar, om het in stand te houden. Maar ik denk van... Ja, als ik te vaak mijn mond opentrek, dan ben ik weer, sorry hoor, the angry black woman, here we go again. Mm-hmm. Dus dat is dan wel lastig. Maar ROC is er nog niet van bewust. Dus hoe kunnen ze dan de stap gaan nemen? Dat is een goede vraag. Ja, er gaan heel veel dingen over tafel. Dus ik zit te kijken waar haak ik nee, op dat aan. Is, dat is ik probeer hem wat te combineren. Dan krijg je nu op jou, op Fatima en op jou, denk ik... Ook over je weet het niet, hè? Ik ben onderdeel van een directie met twee andere witte mannen van boven de 55 inmiddels. Dat is behoorlijk eenzijdig. Ja. En wij beseffen van elkaar dat we dat zijn. En we vinden het dan ook een zoektocht naar wat moeten we dan anders doen, hè? En je wil jezelf ook niet verloochenen. Dus maakt even niet uit. Wij zochten vorig jaar twee nieuwe managers. Wij hebben dat... En we zoeken daar ook diversiteit in. Want ik kom zo nog even op het woord inclusiviteit. En toen hebben we gezegd, we moeten ook op een andere manier gaan werven. Want wat wij doen, en we weten niet precies, is misschien wel de bekende weg. En naar het bekende en zoeken. Dus we hebben toen, en dat baart nog wat op heeft binnen het ROC, gezegd. Iedereen die wil, die docent is, die wil manager worden. We hebben flyers uitgedeeld. Kom een pitch doen. Ja. En je mag je aanmelden. We doen geen voorselectie. En we gaan gewoon daar kijken wat daaruit voortkomt. En... uiteindelijk hebben we een wit iemand uit een bepaalde streek in Nederland, wat ik ook diversiteit vind. En we hebben een collega van MBO College Centrum, een Marokkaanse Amsterdamse. En ik wil niet zeggen dat het daardoor komt. Maar ik ben wel heel blij dat we een andere manier hebben gekozen om ook gewoon maar lef te hebben en te doen. Want jij voorbeeld. Zei, je moet er niet over praten. Ja, maar dat is ook prijzenswaardig. Want we weten, als je blijft doen wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Dus dat is ook dus even zoeken en ook even de kwetsbaarheid laten zien dat je het soms niet weet. Ja. En ik voel me soms... Tweede ding wat ik wil zeggen, je kan het wel doen, maar als je dan in je overleggen niet open staat voor wat die diversiteit in verschillende inbreng inhoudt, dan pas kom je aan inclusiviteit. Want je kan het wel doen en er niks mee doen, maar dan gaat het nog niet verder. Dan is het voor de etalage. Ja. Dat is waar je uit over had. Ja. Ja. Wil je nog even reageren? Ik hoef niet per se hierop te reageren, maar ik denk wel als we kijken wat kunnen we doen. Mm-hmm. In Zuidoost, we zitten ook toevallig met best wel veel mensen uit Zuidoost. En daar merk je gewoon dat zowel op managementlaag als je kijkt naar de docenten, dat er niet echt een dominante cultuur meer is. Waardoor bij ons het gesprek wel plaats kan vinden. Wij zijn dan met de gemeente Amsterdam gestart met een pilot aanpak. Zeg maar van hoe gaan we discriminatie tegen? In eerste instantie op stagebedrijven. Mm-hmm. Alleen toen hebben we gezegd, we kunnen stagebedrijven wel gaan aanwijzen, maar we moeten eens naar onszelf kijken. Wat moeten wij veranderen? Voordat we iemand anders gaan aanwijzen. Anders blijft het makkelijk. Dan heb je dat moeilijke gesprek niet. En toen zijn we gestart. En nu hebben we een medewerkersdag georganiseerd. Die alleen maar over dit thema ging. Dus mensen konden er niet onderuit. Iedereen kon een workshop kiezen. Je had vrije keuze. Maar het ging allemaal over dat thema. We hebben dat gedaan met stagebedrijven. En we hebben het voor studenten. Hebben we een symposium over discriminatie en racisme georganiseerd. En dat vond ik heel veel lef van de burgerschapsdocenten die het georganiseerd hebben. Ik heb daar Jerry Afria mogen interviewen op het podium. Voor 150 studenten ongeveer. En... Het was zo mooi wat er ontstond in de zaal, zeg maar, met de studenten. Ik word nu weer emotioneel van. Want je zag toen echt dat witte en zwarte studenten met elkaar in discussie gingen over wat het met hun doet. En wat er met hun gebeurt. En iemand zat eerst nog zo. En toen gingen ze in gesprek over wat voor gevoel erbij kwam kijken. En toen zag je dat ze tot elkaar kwamen. Toen dacht ik, dit moeten we voeren. Hoe spannend het ook is. Ja. Want ook daar stond ik in jouw rol. Dacht ik, wat gaat er gebeuren? Maar je moet het gaan voeren. En het is ongemakkelijk. Maar het is belangrijk dat dat gebeurt. En we hebben dat ook bij directie over.
overleg mogen presenteren. En gelukkig, nee, Bastiaan, jij hebt onder andere gezegd, ik wil dat het bij ons college gebeurt. En er zijn een aantal colleges die nu ook zeggen van, wij zien ook dat we iets moeten gaan doen. Dus het is een kleine start, maar ik denk echt dat we dat gewoon door moeten pakken. Want studenten moeten zich gezien voelen en een student moet kunnen denken, hé, ik kan ook een directeur worden. Ja, ik denk dat het ook wel vooral belangrijk is dat, Lieke, wat jij dus zegt ook van, heel goed dat bedrijven dat ook heel graag willen. Ik merk dat bedrijven ook veel meer diversiteit en inclusie willen. Diversiteit is toch wel van belang. Ik hecht er wel aan waarde om steeds meer diversiteit, want je moet het samen doen. We leven in een prachtig land, gemixt. Het is wel bijvoorbeeld dat je dus merkt, bijvoorbeeld als je naar een school gaat, dat zegt van, ja, het wordt een Turkse Marokkaanse school meer. En dan zeg ik dan, het zijn gewoon Amsterdammers. Zie jij ze als Amsterdammers? Ja, wat mijn persoonlijke gevoel daarbij is, is dat met name mensen van een wat oudere generatie, die mensen van buiten hebben zien komen, komen niet af van het idee dat het nieuwkomers zijn en dat het in eerste instantie gasten waren. Dus die blijven dat vanuit dat perspectief bekijken. Ik denk dat als je naar jongere generaties kijkt, dat inclusiviteit veel vanzelfsprekender is. Want die zijn altijd opgegroeid met veel meer kleuren en smaken om zich heen. Dus die, voor hun is er geen noviteit. Voor hun is het niet iets waar ze in eerste instantie misschien zelfs bang van waren. Maar iets wat normaal is. En normaal, het eerste lettergreep is norm. Dus wat is de norm? En als de norm verschuift en de norm zich ontwikkelt, dan zal de groep zich daaraan aanpassen. Nou, dat zeker. Kijk, ik denk dat ze zeker weten wel dat de integratie is gewoon gelukt, punt. De acceptatie ervan nog niet. Mm-hmm. Dan kun je kijken van, vanuit welke rol zie je dat dan, acceptatie. Ja. Heel veel merken toch ook wel dat collega's gewoon gemengde stijl zijn. Dat ze dus kinderen hebben van gemengd bloed en alles. Maar je merkt dat de angst op een gegeven moment niet meer is om daar vrij uit te spreken. Wij doen het voor onze toekomst. Dat zijn onze mooie studenten hier. Maar dat zijn ook onze toekomst. Maar het is wel de besef dat we dus ook op als school zijnde, en ik merk het niet, ik heb het niet over bedrijfsleven, maar als school zijnde, dat we echt met elkaar hand in hand en elkaar durven aan te spreken, maar ook durven dat je vrij mag zijn, bent wie je bent. En dat we samen elkaar daaraan toe helpen. Een mindset te creëren. Ja. En we zijn er nog niet, maar het begin moeten we maken. Ja. En dat is wel van belang. En dat ga je al met kwalificatie, met boeken. Het gaat maar al welke met concrete stappen zouden er dan binnen deze onderwijsinstelling nog meer gezet kunnen worden? Nou, concreet is dat we nu alvast inzetten. We hebben geen diversiteit afdeling en inclusieafdeling. Mm-hmm. Er zitten wel bepaalde diensten in, maar we doen er eigenlijk niks meer. Dus het is een breed gedragen gevoel, maar er is niet een concreet tastbaar iemand of onderdeel binnen. De afdeling hebben we nog niet. Nee. Daar zou je mee kunnen beginnen. Ja. En dan iedereen daarin meenemen. Ook degene die ergens van Kop van Noord-Holland komt en die daar nooit iets mee te maken heeft, dat je die ook bij betrekt. Dat je die ook vanuit zijn of haar perspectief gaat bekijken hoe wij in Amsterdam, ik heb het niet over Lutjebroek of uit Winterswijk, Boergat waar ik vandaan kwam. Ik heb het over Amsterdam. Daar, laten we daar eerst mee beginnen. All right. Ga ik daarop? Ja, zeker. Ik denk dat het ook te maken heeft met de angst voor het nieuwe. Ik denk dat een bewustwordingsproces op gang moet komen. Wat net zei, de mensen die zien op een bepaalde leeftijd, die denken nog steeds het zijn nieuwkomers. Dat zijn er natuurlijk niet meer. Dus het heeft enerzijds te maken met bewustwording. Dat proces moet op gang komen, want je kan er wel die afdeling hebben. Maar als je het bewustwordingsproces niet start bij de mensen waarvan je denkt, die moeten eigenlijk meegenomen worden, dan houdt het in dat je dus een deel van de mensen niet meekrijgt. Mensen zijn gewend in een vertrouwde omgeving zich te begeven. Het moment dat die omgeving verandert, zien ze het als een bedreiging, kunnen ze het als een gevaar zien. Ja. Op het moment dat iemand anders erbij komt, dan ben je een stukje van je autonomie kwijt. Dat gebeurt er in hun hoofd. Het is natuurlijk niet zo, maar dat speelt er en dat gevaar zit erin. Dus naast bewustwording, ze vertellen van nee, je autonomie raak je niet kwijt. Sterker nog, het wordt versterkt omdat er mensen bij komen die ervoor gaan zorgen dat jullie samen de kar gaan trekken en dat jullie grotere en hogere doelen gaan realiseren. Dus bewustwording en zorg ervan, laat los wat je hebt en stel je open voor het nieuwe, zeg maar. En wanneer ben je nieuwkomer? Ik ben al 43 jaar. Ben ik nog steeds een nieuwkomer? Ja, maar in de ogen van van bepaalde mensen zal dat zo blijven. Ja, want we hebben het net over de top.
voor hun allemaal zijn we allemaal nieuwkomers, want ze kennen het niet. In de top zie je dat niet. Dus maakt niet uit hoe lang je hier werkt, dat heeft er, vind ik, dan niets ermee te maken. Maar voor hun zijn we nieuwkomers en dat is wel heel spannend. Wat gaat die meebrengen? En natuurlijk zijn er allerlei stereotypen en allerlei beelden en vooroordelen. En dat is ook moeilijk los te laten. Ik heb het ook. Ik maak dagelijks fouten daarin. Maar je moet wel, en dat is wat ik bedoel, het lef hebben om het wel te doen. En ook ervan bewust zijn dat dit niet altijd helemaal goed hoeft te gaan. Maar daarvoor openstaan, want we moeten van en met elkaar leren. We hebben een bijdrage van een kijker. De ons allemaal welbekende Free Rastafari. Hij vraagt zich af, wat kunnen we eraan doen om vooroordelen te beperken? En zijn tweede vraag is, hoe kunnen de docenten en medewerkers kennis brengen over verschillende culturen en daarmee vooroordelen beperken? Iemand die hierop wil reageren. Wat kunnen we doen om vooroordelen te beperken? In gesprek over te gaan. Openheid. Ja. Dat is al een start. Ja. En bedoel je daarmee onderling of ook top-down? Dus van de docenten met op allerlei lagen. Ja. Kom weer terug op lef. Dan begrijp je waarom altijd mijn haren overeind gaan staan. Want het lef... Ik zou wel eens willen zien wat er gebeurt als jouw haren overeind gaan staan. Ik zou daar wel bij willen zijn. Want dat moet je wel lef tonen. Want we willen... En het woord, dit soort onderwerpen worden continu besproken. Maar op een niveau van laten we het veilig houden. Laten we elkaar gewoon een beetje tevreden houden. Dus we willen houden. Het ongemak vermijden. Ja, en dat gebeurt veel te vaak. Maar dan is het antwoord op de vraag, wat kunnen we doen om vooroordelen te beperken, is dat we dus door het zuur heen moeten. We moeten door het ongemak heen. Ja. Ja. Okay. En jij als leerling, hoe ervaar jij ongemak met betrekking tot dit onderwerp? Dat mensen vooroordelen over mij hebben? Ja, maar dat ze het moeilijk vinden om erover te praten. Dat is wel zo moeilijk. Ja, je kan even de tijd nemen. We hebben toch alle tijd. Niks aan de hand. Ik denk vooral ik denk dat ik het meer op mezelf heb. Okay. Dus ik denk dat het meer is dat ik niet wil overkomen als een mogelijk vooroordeel. Snap je wat ik bedoel? Dus zeg maar de stereotype. Zodat ze niet eens die optie hoeven te hebben van, oh, daar gaat ze weer. En oh, hij of zij heeft een vooroordeel over mij. Ik wil dat graag vermijden. Uh-huh. Dus ga ik mij op een bepaalde manier gedragen. Uh-huh. Heel netjes, heel, heel lief, altijd lachen. Uh-huh. Heb je dan het gevoel dat je daarmee niet jezelf bent? Soms. Hangt er, vooral als ik boos ben, omdat ik dan niet wil overkomen als de angry black woman. Ja. Dus ik let vooral meer op mezelf. Ik kijk. Wat is dan een voorbeeld van iets waar je boos om wordt? Ignorant. Dus, een voorbeeld. Ignorance is een woord. Geef me een voorbeeld. Ik wil het voelen. Mag ik ook way back gaan? Je mag way back gaan. Dat is dan... What are we gonna do right here? Way back in time. Dat is gewoon, denk ik, het stereotype wat mij altijd is blij gebleven. En dat is gewoon in de les dat iemand tegen mij zei... Nou, mijn leraar zei tegen mij, jij hoeft niet te sminken, jij bent al zwart tijdens Sinterklaas. Nou, dat is mij gewoon altijd bijgebleven. En ik wou heel boos worden toen, maar toen dacht ik, nee, ik blijf kalm. En toen is het een beetje begonnen dat ik dacht... Ja, hoe oud was je toen? 12. Mm-hmm. Ja. Dus... toen dacht ik, nou, ik blijf gewoon altijd rustig. Want dan kunnen ze ook niet tegen mij zeggen, waarom word je weer zo boos? En zo gedragen jullie je altijd. Dus op sommige momenten reageer je op een bepaalde manier, omdat je bewust bent dat jouw reactie reflecteert op de rest van de groep. Precies, en omdat hun dan weer zoiets hebben van, ja, zie je, ze zijn wel zo. Ja, ja, zie je, ze gedragen zich wel zo. Ja. En dus dat word je als onderdeel van een groep gezien in plaats van de eenling die je bent. Precies. Nee. Wie is hun? Wie is hun is echt een hele gevaarlijke vraag. Ja. Maar... Ja. Ja, de witte mensen. Ja. Ja, het is vaak zo, ja. Ja. Lieke? Nee, ik wilde ook zeggen de witte mensen. Maar ja. ik wilde ook nog even terugkomen op die vooroordelen. En ook waarom zij zich dan in moet houden op sommige momenten. Is denk ik omdat mensen niet weten waar hun eigen geschiedenis zit. En als we nu kijken naar al die beelden die naar beneden worden gehaald, dan denk ik, eindelijk gebeurt er iets. Want je moet eerst gaan kijken van wie ben ik? Waar zit mijn geschiedenis? Wie ben ik dan? Wanneer wist jij voor het eerst, nou ja, jij wist het waarschijnlijk wel, maar wanneer ben ik erachter gekomen dat ik wit ben, dat het ook een kleur is? Mm-hmm. Dat het dus heel raar is dat ik haar op haar kleur beoordeel. Ja. Dus mensen zouden eigenlijk moeten gaan kijken naar van wie ben ik? Waar kom ik vandaan?
waar, weet je, die geschiedenis is niet mooi, maar we moeten wel eerlijkheid gaan tonen, ook in wat we kinderen leren. Mijn zoontje heeft van de week iets gehoord over dat de Indianen, dat het weer ontdekt was. Dacht ik, nee. Nee, dus ik heb een mail gestuurd naar die directeur, want ik vind het kan gewoon niet. Ja. Dus we moeten eerst gaan kijken, laten we echt ook gaan onderwijzen waar de geschiedenis echt vandaan komt. Zodat je ook elkaar daarin kan vinden en ook erkennen van, hey, weet je, waarom ontstaat dit zo? Waarom gedragen mensen zich zo? Waar komt het vandaan? Ja. En dat is vooral een taak voor witte mensen om te doen, omdat wij dat nooit hebben gedaan. Dat is waar. Ja, een ander aspect daarmee is dat is ook echt een hele basale houding van hoe je in het leven staat. Want jouw voorbeeld gaat ook over iemand dat iemand een veronderstelling doet over hoe het leven voor jou er wel niet uit zou zien. Of hij komt dan in jou. Terwijl het gaat veel meer om een vragende houding en dat je bij elkaar bevraagt hoe dat dan in elkaar steekt. En dat geldt trouwens voor iedereen. Of je nou wit, zwart, bruin of wat voor kleur dan ook hebt of waar je ook vandaan komt. En die vaardigheid, daar hebben wij wat in te doen op school. En dat gaat voor studenten en ook voor medewerkers en collega's onderling. Dat maak je ook in vergaderingen mee. Dat dingen worden verondersteld en die komen dan aan. En je hoeft dan niet... Ja, volgens mij gaat het over dat je daar gevoeligheid voor ontwikkelt met elkaar. En dat kan een keer misgaan, maar dat je dan ook het lef, hè, om dat woord om maar even te gebruiken, het lef leert te ontwikkelen om daar iets over te gaan zeggen. En dan komen we volgens mij verder. Hoewel ik wel geloof dat racisme iets is van alle tijden nog lang zal voortbestaan. Want het is altijd waar groepen mengen en samenkomen. Dat is iets van een dynamiek die we altijd met elkaar te maken hebben. Hè? Dus het gaat over hoe verhoud je je daartoe als individu. En word je niet op je groepsidentiteit aangesproken. Dat is ook belangrijk. Lieke? Ja, ik wil nog één ding, want we hebben met die medewerkersdag, en ik doe het vaker, we werken veel met East Solutions samen. Uh-huh. En soms mag ik ook trainingen voor hun begeleiden en dan doen we meestal de privilege walk. En het is iets heel sensitiefs, het is heel heftig, dus je moet een goed nagesprek hebben. Maar ik denk dat belangrijk is dat iedereen het meemaakt, zodat je weet waar is mijn positie, waar komt die positie vandaan. Voor mensen die niet weten wat het is, het zijn allemaal vragen die totaal buiten je persoonlijkheid om liggen. Dus die gaan gewoon over waar ben je geboren, hoe zie je eruit. Kan je verder eigenlijk niks aan doen, maar je bent er wel mee geboren. Ja. Pas als je gaat beseffen waar dat zit. Dus dat je ook weet, want ik vond haar het wel heel mooi, haar woord ignorance. Ik was gisteren met een bord en er stond op, nou weet ik niet meer van, maar weet je, je mag niet meer ignorant zijn. Het is gewoon niet meer de tijd. Dus ik had gewoon volgens mij iets van, fuck the privilege of ignorance. Ja. Dat was hem. Ja. Omdat ik denk, je kan dat niet meer zijn. In deze tijd al helemaal niet. En als we dat gaan beseffen nu, dan kunnen we iets gaan veranderen. Maar dan moet je dus wel weten, waarom mag ik iets, heb ik meer dan dat Debbie heeft gehad? Ja. Weet je, waarom word ik niet aangehouden en zij wel? En hoe gaan we daar dan met elkaar mee om? Ja. Debbie, waarom word jij wel aangehouden? Nou, ik word niet zoveel aangehouden, gelukkig. Tegenwoordig wel, ja. Nou ja, ik denk ook, dat woord wat jij zegt, dat lef, dat triggert me wel de hele tijd. Dat ik denk, ja, weet je, dat is wel wat we ook op managementniveau moeten tonen. In mijn team schuurt het ook. Daar zitten allemaal politieagenten en marechaussee-mensen en defensie-militairen. En dat schuurt. Dat onderwerp schuurt. We hebben het gezien op de Damwassen-demonstratie. En daar vind ik wat van. Niet alleen maar omdat ik opleidingsmanager, maar omdat ik ook die kleur heb. En ik ben niet zoveel gediscrimineerd. Tenminste, ik ben er ook niet sensitief voor. Maar mijn kinderen weer wel. En dat is wel wat we met elkaar moeten bespreken. En het is een moeilijk onderwerp, hè. En ik ben het echt met je eens, daar moet je lef voor hebben. Ik heb ook gezegd, jongens, dit is echt wel het onderwerp wat wij de komende tijd gaan bespreken. Ja. Want wij leiden de nieuwe wethandhavers op, die straks uitgebreid worden met een wapenstok. En hoe ga je die gebruiken? Uh-huh. Weet je, bij Easy Solutions hebben we ook een jongen gehad, een Marokkaanse jongen, die wordt standaard 4 keer in de week aangehouden. En dan denk ik, wauw, dan zijn we er nog lang niet in dit land. Nee. Als we dat doen. En dat gaat ook over mijn docenten. Het gaat over mijn studenten met etnisch profileren. Ja. En het is een moeilijk onderwerp. Want iedereen vindt het ingewikkeld. Maar het is wel wat we moeten doen. En ik hoop dat we de kracht hebben, ook in mijn team, maar ook in het ROC. Dat we in die spiegel gaan kijken. Dat is de oplossing. Juist omdat het ingewikkeld is, is erover in gesprek blijven de enige oplossing. Ja. Ik moet naar Fatima toe. Niet alleen omdat jij een opmerking wilde plaatsen. Maar ook omdat ene Johan olie op jouw vuur gooit. Door te zeggen, werk aan inclusiviteit is vooral een beweging, liever geen afdeling. Oké, dat kan. Mag. Is dat je hele reactie? Mag? Nee, dat mag hij vinden. Oké. Dat mag hij vinden. Wat ik vind is, wat ik denk dat belangrijk is, wat jij zegt, dat bijvoorbeeld dat mensen begeleid worden in zo'n proces. Ja. Dan is een afdeling die daar echt puur op gericht is. Dat je let je op, alle Johan? Vragen, Johan. Dus ook van hoe ga je om, als je bijvoorbeeld een hele tijd geleden waren mensen met een hoofddoek, was het altijd een hele grote issue. Nou, toen kreeg ik wel eens de vraag van hoe gaan we daarmee om? Hoe gaat het in het team? Dat iedereen die vraag ook daar kan stellen.
om te begeleiden hierin. Dus ik vind persoonlijk diversiteit en inclusie, de inclusieafdeling, dat je daar die vraag zodat je kan, begeleid kan worden, dat je meerwaarde vindt. En op allerlei vlakken. Het gaat ook natuurlijk over LHTB, gender, het is een heel breed iets. Uh-huh. Wat ik nog iets anders wil aangeven, waar ik net een opmerking wil aangeven, het is ook niet alleen maar voor de wij als mensen die dus ook een andere achtergrond hebben, moeten ook opstaan. Uh-huh. Niet alleen maar wijzen van... Dus niet passief blijven. Niet passief blijven, want ik merk ook wel dat er heel veel collega's zijn die denken dat ze niks mogen zeggen. Of denken van, nou ja, daar heb je haar of hem weer. Of die dat niet durft. Heel veel schuilt ook angst om iets te kunnen zeggen. Angst waarvoor dan? Angst om iets te kunnen zeggen van, nou ja, dat inclusiviteit eigenlijk niet meer zo van belang is. Want jij bent er gewoon normaal. Je hoort er gewoon bij. Ik heb het niet over jou. Aha. En dat je dus wel naar diegene gaat van... hé, hey, ik vind dit niet correct. We moeten iets meer doen aan kleur. We moeten iets meer doen aan mensen met een hoofddoek aan toelaten. Waarom moet dat... dat we ook iets meer iets kunnen inzetten. Met ideeën kunnen komen. En ik merk ook, ik heb dat met collega's gedaan. En er was ook een stukje onwetendheid. Ik wist niet precies wat ze moesten doen. Maar die collega's zijn in de tijd... ook gaan vormen en ook anders gaan inzien. Die gesprekken kunnen voeren van... hey, maar zo zag ik het helemaal. Sorry, maar zo zag ik het al helemaal niet. Dus ja, het heeft van beide kanten. Dus als je gewoon met elkaar het gesprek aangaat... het is een eye-opener voor beide kanten. Debbie. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet geloof in een aparte afdeling... inclusiviteit en diversiteit. Omdat wat je in grote organisaties ziet... en ik praat met name over veiligheid... is dat het quotum bijvoorbeeld van diversiteit binnenhalen een issue is. En als ze niet halen, hebben we aan dingen niet voldoen. Ik denk dat de kracht van binnenuit moet komen. En je blik naar buiten. Ik ben heel erg, wat André net zegt, je kracht. Er zit heel veel kracht in mensen die wellicht in andere posities nu zitten. Buiten het ROC van Amsterdam. Haal die binnen. Maar ik geloof niet in een aparte afdeling... Je krijgt dan inderdaad de witte man of vrouw die zegt... ja, maar die heeft voorrang alleen omdat hij een kleurtje is of vrouw of lesbisch of gay. Nou, dat zou ik absoluut niet willen. En ik vind dat ook een ontkrachting van wat je wel kan. Hoe zou je die afdeling dan inrichten? Nou, kijk, ik heb daar gewoon een andere mening over. Kijk, toen wij een college van bestuur werd benoemd... hebben we ook gericht gekeken naar een vrouw. Toen werd ook niet gekeken van, nou ja, is het divers afkomt of wat dan ook. Toen hebben we dat ook met z'n allen toegestemd. Het is ook vonden bepaalde mannen niet leuk. Maar we hebben wel gekeken van, nou, dan moet een vrouw komen op die positie. Dan gaan we gericht op zoeken. Uh-huh. Nou, het is ook even wennen. En je kan daar ook met een, we hebben dat, wat Lieke net zegt, met Easy Solution gedaan. Even te kijken van, hoe zit je in? En durven dat uit te spreken? Nou, en zo'n iets van inclusiviteit... hebben wij gewoon nodig. Kijk, ik werk ook al langer bij het ROC. Die tools gun ik ons gewoon dat, zodat we verder kunnen gaan. En hoe dat, ja, of je nou afdeling of iets anders, maar dat we wel gericht op gaan zoeken. Want we hebben genoeg bedrijven die dat wel doen en echt ook veranderingen inzien. Ja, dan denk ik van, ja, let's do it. Hmm. Ik vind het wel heel mooi gezegd, maar... Ik zeg gelijk een maar. Als ik nu zeg maar, stel ik zit buiten ROC, ik zie zo'n vacature, ik ga niet solliciteren. Waarom niet? Ik ga niet solliciteren, want ik heb zoiets van, het is mooi, dit moeten ze doen. Dan ben ik gewoon eerlijk in, ze moeten dat doen voor hun diversiteitsbeleid. Maar ze willen me niet. Maar dus, is dat een gevoel wat jij hebt? Ja, dat is een gevoel wat ik heb. Daarom zeg ik van, voor mezelf, want je ziet dat ik denk van, oké, hoe moet ik het zeggen? Maar je bent er toch, dus je kan toch niet zeggen dat je ongewenst bent, want je bent er. Ja, er is een verschil tussen tolerantie en acceptatie. En het kan misschien nogmaals... Maar in tolerantie zit altijd een machtsverhouding. Want laag kan hoog niet tolereren. Ja. Dus tolerantie geeft sowieso een machtsstructuur aan. En ik, voor mezelf, als ik voor mezelf mag praten... van de week, klinkt raar, want ik ben niet zeg maar, een rustig persoon. Ik heb altijd een mening. Soms haal ik die voor mezelf. Maar van de week heb ik... voor het eerst in jaren besef dat ik een stem heb... en dat ik die mag gebruiken en mag inzetten. Door de collectiviteit? Ja, okay. Dat klopt. Ja. Sorry. wat ik zeg, ik zit aan een lunchtafel, we praten... en het is Sinterklaas, het is weer november. Ja, maar ja, wat voor verschil maakt het uit en wat moeten we doen? Na. En iedereen heeft een mening daarover en ik blijf stil. En dat merken ze ook. En op een gegeven moment... En Niels, wat vind jij daar nou van?
Maar het is toch allemaal te gedoe. Het is een kinderfeest. En dan zit ik daar. Als ik nu ga reageren zoals ik zou willen reageren... Dan ontploft de boel. Dan ontploft de boel. En dan hou ik weer dat stereotype in stand. En straks zit ik hier geen baan, want ik ben niet op deze afdeling gewild. Dus dan moet ik weer wat gaan zoeken. Dus het enige wat ik kan... Niet wat ik kan, maar dat is wat ik altijd deed. Uh-huh. Is gewoon... En dan zeg ik niets en dan gaat het gesprek gewoon door. Ja. En 2 seconden later ben ik weg. Ik loop weg van die tafel. En ik denk van... Ah. En ik vraag me af, soms heb ik zoiets van... Merken jullie dat niet? En steeds komen we weer op dit gesprek. En het moet nu gewoon duidelijk zijn. Maar dan heb ik nu zoiets van... Het is voor mij nu, door de collectiviteit... Voor mij ook een plicht om mijn mond open te trekken. Om er echt wat van te zeggen. Ja. Dus ja... Ik zag Debbie reageren. Ja, ik vind het wel heel mooi wat je zegt. Want daar zit volgens mij ook precies... Is dat de kern van het onderwijs wat wij moeten doen. Is dat we deze studenten die dit zo voelen... ook sterker gaan maken, zodat ze hun stem kunnen laten horen. En op een normale manier. Niet in, waarop mensen weer reageren... Oh, je schiet in de emotie, et cetera. Want het doet je echt wel wat. Dat zie ik ook aan je. Maar dat is wel... Dat zie ik in wel als mijn taak. Ja, maar dat is wel heel lastig, Debbie. Ja. Kijk, ik ben altijd... Nou ja, zoals ze zeggen, temperamentvol. Het wordt geaccepteerd als ik blij ben. Het wordt geaccepteerd als ik enthousiast ben. Het wordt geaccepteerd op allerlei terreinen. Maar het moment dat ik een andere mening heb... het moment dat ik er tegenin ga... Oh, daar is ze opvliegerig. Ik heb de opmerking wel over mezelf al gehoord... dat ik opvliegerig ben. En ik denk van... Ik vind niet dat ik mezelf... Ik ben altijd mezelf. In allerlei terreinen, ook mijn studenten lachen. Soms is het dramatisch. Maar het moment dat ik een andere mening heb, wordt het negatief. Ga ik mee in de flow? Is het leuk? Is het positief? Dan wordt het toegejuicht. Ja. Maar het moment dat het negatief is, ja, daar komt de blokkade. Ben je dan moe geworden van dit? Tired. Ja. We gaan nog even naar Free. Ja. Free heeft een antwoord op een vraag. Mijn vraag was, waar zijn we bang voor? Hij zegt, angst om bevooroordeeld te worden. Angst om niet gehoord te worden. Angst dat het onderwerp op de grote stapel komt te liggen... en uiteindelijk nooit behandeld wordt. Daar ligt de angst van donkere docenten. Herken jij dat? De angst van donkere docenten. Voor een deel wel. Maar als je docenten spreekt... zwarte docenten noem ik het even. Ja. Die zeggen, als je vraagt van nou solliciteer nou op die functie, je bent ervoor geknipt. Die student die heeft meerwaarde aan jouw manier van denken, jouw manier van kijken. Het feit dat jij iets toevoegt zeg maar, aan het onderwijs en het leerproces van de student. Dan zeggen ze, ja maar als ik solliciteer en Anja en Tanja solliciteren ook, dan ben ik per definitie kansloos. Ik zeg nee, het moment dat je... daarvan uitgaat, dan sta je al 3-0 achter. Je moet ervan uitgaan dat jij de beste kandidaat bent voor deze positie. Dus het komt ook door het feit dat mensen zichzelf kleiner maken dan ze werkelijk zijn. Dus. Het komt van binnen. Ja. Ze moeten ervoor zorgen dat ze gewoon gaan staan en zeggen van jongens, eigenlijk kunnen jullie nu om me heen. Ik solliciteer en ik ben de juiste mens op de juiste plek. Uh-huh. En daar moeten ze voor gaan. Ze moeten dus gewoon vanuit binnen werken, dus gewoon van de kracht wat ze binnen zich hebben, dat moeten ze... benutten, zeg maar. Iemand een reactie hierop? Nou ja, het heeft volgens mij te maken met dat wij als organisatie sensitiviteit moeten ontwikkelen waar onze, zeg maar, onze eigen white privilege denken zit. Hè? Waar zit dat dan? En tegelijkertijd is het ook een individuele manier om te kijken hoe ga je met tegenslagen om die voor de een meer zijn dan de ander. En wat betekent dat, zoals jij dat net verwoordde, André? En ik zit ook te kijken naar stage, want we hebben het nu over de school zelf. Maar we hebben ook een relatie met bedrijven, met wie we opleiden en voor wie we opleiden. Ja. En daar ervaren studenten natuurlijk ook dit verschijnsel, discriminatie, racisme. En soms wordt het ook wel gebruikt, denk ik, door leerlingen. Dus dat vind ik zelf wel ook gewoon een ingewikkeld vraagstuk om aan te pakken. Hoe doe je dat nou? Maar wat bedoel je met soms wordt het ook wel gebruikt door leerlingen? Nou, ik had een gesprek met docenten van de retailopleiding. En die zijn ontzettend goed bezig. En die vertellen ook dat er studenten zijn die op stage gaan en die volgens dat stagebedrijf zeg maar niet goed gedrag vertonen en niet communicatief zijn en die spelen dan de discriminatiekaart. Uh-huh. Zo'n docent die gaat daarop in met de jongeren en met het stagebedrijf. Die kijkt, ja, hoe is het nu mogelijk om die kaart niet te spelen en wel die plek op die stageplek te krijgen en ook de juiste begeleiding. Dus dat doet die docent volgens mij heel erg goed. Maar dus dat is ook van belang om even te beseffen hoe spelen we dat.
hoe doen we dat richting de buitenwereld en de bedrijven met wie we opleiden? Want ook, en daar gebeurt dat soms ook wel, hè? Laat dat duidelijk zijn. Dus soms wordt het ook terecht gebruikt, maar soms ook onterecht. Mm-hmm. En daar hebben wij vaardigheden in ontwikkelen hoe dat aan te pakken en bespreekbaar te maken. Ik denk dat de bijdrage van Shakir daar ook op aansluit. Wat weten wij al van elkaar? Soms is het de ander die zich moet inlezen in de ander. Zou dat een oplossing kunnen zijn? Dat is zeker een oplossing. Ik heb het vanmorgen nog even benoemd. Als ik kijk naar wat er nu gebeurt in al die demonstraties die er zijn. Ja. Black Lives Matter verhaal. Dan denk ik dat als mensen snappen wat er gebeurd is in de periode van slavernij en het kolonialisme. Mm-hmm. Ze zouden snappen waarom wij zo reageren zoals wij reageren. Je noemt het temperamentvol, ik ben ook temperamentvol. Maar een stukje geschiedenis ontberen ze. Eigenlijk begint het in het onderwijs. Het moet onderwezen worden. Waarom krijgen onze kinderen op school geen Nederlands les over een van de zwarte bladzijden uit de Nederlandse geschiedenis, de slavernijperiode? Ik ben met mijn grote vriend Bastiaan naar de Suriname tentoonstelling geweest. Een heleboel wist hij al, maar hij is achter een heleboel dingen gekomen omdat ik met hem ben meegegaan. Ja. Ik heb hem mee kunnen nemen in onze gezamenlijke geschiedenis. Want het is onze geschiedenis. En heel veel witte Nederlanders kennen de geschiedenis niet. En ik denk dat het begint bij het besef dat ze geschoold moeten worden in de gezamenlijke geschiedenis en het niet moeten negeren. En daar gaf Lieke net al een mooie inzet op, hè? Kun je die site nog een keer noemen die je noemde? Nou ja, er zijn als je op Instagram kijkt, waar iedereen geeft tips van wat kan je als wit persoon doen. Want er wordt vaak de vraag gesteld, maar dan val ik eigenlijk iemand lastig. Dus ga zelf op onderzoek. En er is dus een site, het heet withuiswerk.nl. En dan kan je allerlei podcasts, je kan van alles zien. En dus ik zou eerst aanraden, ga dat doen. Probeer jezelf te onderwijzen en kijk daarna van oké, nu weet ik iets meer en nu kan ik me meer inbeelden van wat vindt een ander. Ik vond één voorbeeld heel mooi. In Amerika is het nu dat via de Ellen Show hebben zeg maar eigenlijk alle witte nieuwslezeressen of allerlei witte vrouwen die zeg maar veel volgers hebben hun accounts, hun social media een dag overgedragen aan een zwarte vrouw. Want ze vinden die zijn evenveel waard en ik wil graag dat zij het overneemt. Ik ben dat gaan volgen en toen dacht ik, waarom doen we dat hier niet? Waarom halen we niet Bo weg en kom jij daar een dag zitten? En dan niet voor een dag, maar gewoon langer. Maar ik bedoel, snap je wat ik bedoel? Waarom is Humberto Tan weg? Ja. En dus ik denk, als we dat ook gaan doen, want Medialand in Nederland is gewoon wit. Mm-hmm. En laatst toen Akwasi aan tafel zat met Clarice en nog een aantal anderen, was voor het eerst dat het er zo uitzag als dat het er nu hier uitziet. Mm-hmm. Want laten we wel zijn, dit is ook niet een setting waar ik meestal tussen zit. En ik denk, het begint bij jezelf. Kijk ook zelf, wat kan je doen? Als ik gevraagd word om ergens te spreken en ik zie dat het hele panel wit is, dan ga ik kijken en dan, mijn collega zit daar, ik mag haar niet aanwijzen. Maar dan zeg ik, Sharita, misschien moet jij gaan. Want dat is beter. Want dan kan je vanuit een ander perspectief zien. En ik denk dat dat de verantwoordelijkheid is die bij de persoon zelf ligt. Ga ook kijken, gun een ander iets. Want dan pas kunnen we inclusief worden. Mm. Dus dat, withuiswerk.nl, nogmaals, 3 keer genoeg. Nu heel moet goed. Je hem gaan opzoeken. Ik zou zo'n tikje sturen. Ja. Withuiswerk.nl. Sorry. Ik wilde reageren op wat André daarnet zei. Ja. Over dat zeg maar de zwarte studenten, kinderen en ook onze professionals van binnenuit het vertrouwen moet hebben om te gaan solliciteren, om die stap te gaan nemen. Ik ben 25 plus shipping en handling. Ik ben al wat jaren en ik zeg net van de week pas heb ik mijn stem gekregen. Je kan het zeggen, maar het is aan ons als maatschappij om het ook echt daadwerkelijk mee te geven aan de jongeren nu. Want we kunnen zeggen, vertrouw jezelf. En dan de student denkt van, ja, vertrouw mezelf. Juf, kijk waar u rondloopt. En ik noem ROC een white space. En dat is voor mij mentaal, als ik binnenkom, besef, en ik heb het niet over ROC breed, ik kan alleen over zij praten. Als ik binnenkom, besef, dimmen nu. Even dimmen. En ik heb wat ervaringen voor de student. Is dat, kan het ook weer anders zijn. Misschien zijn ze er niet van bewust, maar hier zijn normen, waarden, alles. En is ook weer van, oké, terwijl de populatie van studenten veel groter is dan de rest, maar toch, je komt binnen, hou je aan de regels. Ook in gesprekken, discussies met collega's, denk van, maar wat heeft de student nu nou gedaan? Maar wat bedoel je dan met de regels? Hou je aan de regels? Zijn dat concrete regels of is dat de beperking die in jouw hoofd zit? Er zijn een soort zelfcensuur die je zelf oplegt. Ja, dat leg ik mezelf ook op. Ook.
Maar een student, ik zeg maar wat, en misschien omdat ik mezelf dan te vaak een student herken. Een student is een akkefietje, een student reageert heftig. Voor mij is dat niet heftig, maar voor een collega is dat heftig. En dan wordt het zo'n olievlek. Ja, die is altijd zo. Ik zeg maar, wat dan? Wanneer dan? En hoezo is dat heftig? Student zit vol passie over iets te vertellen of is echt boos geworden. En die boosheid mag er zijn, maar die boosheid wordt daar ook afgeremd. Het is temperament wat vaak soms niet herkend wordt. We hebben aan het begin afgesproken dat we geen voorbeelden zouden geven, maar ik geef er die zelf toch één. Ik ging met een groepje vrienden uit. We kwamen binnen in de club en we kwamen jongens tegen die we heel lang niet hadden gezien. Dus we gingen elkaar begroeten. Maar toen dachten die uitsmijters dat we aan het vechten waren. En toen werden we dus allemaal buiten gezet, terwijl we gewoon elkaar begroeten zoals wij dat doen. Ja. Het werd niet herkend. En daardoor kon het ook niet erkend worden. We hebben weer een bijdrage van een kijker, Nathalie. Belangrijk is ook dat sollicitatiecommissies ten alle tijde gemengd zijn. Nou, er is niemand hier die het daar niet mee eens is. Maar hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? Is dat al zo of is dat iets waar we aan moeten werken? Het is de laatste jaren zijn we er actiever mee bezig. Ja. Omdat wij diversiteit gewoon op de kaart hebben en inclusiviteit. Uh-huh. Dus we hebben gezegd, de sollicitatiecommissie moet ook een afspiegeling zijn van het college. Ja. Dus er zitten studenten in, er zitten docenten in, vanuit allerlei hoeken en gaten, vanuit alle windstreken. Dus de leerlingen... Ja, studenten hebben ook een stem. Als het gaat om de aanname van docenten. Okay. Ze mogen meepraten. Maar dat zou dan eigenlijk betekenen dat alle docenten hier op school aardig gevonden worden, want de leerlingen hebben meebesloten, toch? Of nee, ik heb het over de laatste jaren. Hè? Oh, okay. Docenten die al 30 jaar hier rondlopen. Dus wij zijn daar nu mee bezig. Het is actief beleid geworden bij ons. Wat vind je daarvan dat jij als leerling een stem hebt in wie hier mag komen werken? Ik vind dat wel goed. Want, even nadenken, ik vind het... Ja, ik vind het goed omdat wij dan zelf ook zien met wie wij te maken hebben. Uh-huh. En wat wij van de persoon kunnen leren, wat hun van ons kunnen leren. Ja. Dus dat vind ik wel inderdaad goed, dat we een stem hebben. En dat we dat niet alleen de docenten kiezen, maar dat wij ook mogen kiezen. Want stel nou, een van de docenten vindt die wel goed, maar wij vinden die niet goed. Ja. Het is misschien wel goed voor jullie onderling, maar het moet ook goed zijn voor ons. Uh-huh. Want jullie hebben jullie diploma gehaald, dus het moet goed zijn voor ons. Precies. Dus ik vind het wel goed dat wij ook inbreng hebben. En net als met dit ook, vind ik ook inderdaad goed dat we hier nu zijn, zodat wij ook inbreng hebben. En zodat ze ook zien van oké, studenten, het gaat ook om ons studenten. Wij hebben ook een stem, zoals we hier nu ook een stem hebben. Dus dat vind ik wel goed, dat we inbreng hebben. Even reageren op wat jij net zei. Je hebt het net over, bij jou is er een soort van bewustwordingsproces gestart. Van nou, ik mag er zijn en ik mag er wat over zeggen. Ga je vanaf maandag, als je de school binnenkomt, niet je masker afdoen, maar gewoon jezelf zijn. Gewoon authentiek. Ik ben hier en ik ben wie ik ben. En je accepteert me zoals ik ben. Laten we dat maar geleidelijk doen. Ik moet nog steeds mijn huur betalen. Maar dat is dus... Nee, maar wacht even. Dan kom je dus precies bij wat Vriend Vries zegt. Ja. Je bent bang voor je baan. Ja. Ja. Maar denk je dat het een reëel punt is dat wanneer jij jezelf bent, dat je je baan kwijtraakt? Want je baan heb je toch op basis van je competenties en toch niet op basis van je karakter? Sorry. Nee, zeg het maar. Dat bedoel ik ook. Van je krijgt eerst vermoeidheid, angst. En dan sta je weer op. Jij bent nodig. Als jij die angst hebt, hoe gaat het dan met onze studenten? En wellicht is er gewoon niks aan de hand met de collega's tegenover. Maar zie jij wat ik zie? En wat jij ziet, is dat ook zo? En dat is een hele belangrijke, om juist jezelf te zijn. Dus ik hoop, en je bent goed bezig, maar dat je die angst overwint, dat je mag zijn wie je mag zijn, dat je trots bent. Want je bent niet zomaar een docent. Ik vind docent echt de zwaarste beroep die er is. Ik heb het op comedian na. Op comedian na. Maar het is iedere keer topsport. Het is iedere keer topsport. En het is iedere keer dat je weer vol overgave. Want je bent gewoon een rolmodel voor de studenten. Ja. Je hebt meer met studenten te maken dan dat je eigenlijk de studenten thuis met iemand anders te maken heeft. Dus... Ja, ik hoop zo voor je en je gaat de goede kant uit. Maar wees gewoon jezelf, blijf jezelf en gun het jezelf. Ja, nee, maar het is belangrijk, want uiteindelijk is dat wel het punt wat Free maakte. En ik denk dat het niet oké is als je bewust ervoor kiest om in een soort van geleidelijk aan, zoals een bepaald karakteriserend figuur ook geleidelijk aan... uit de samenleving willen. Je moet gewoon geef ze wie je bent. Dit is wie je bent, toch? Ja.
Ja. En als je die, mocht je die baan verliezen daardoor, dan is die baan uiteindelijk niet voor jou. Niet op die plek. Zij pech. Die kunnen ook, je kan ook gewoon naar een ander college. Oh, wauw. Ja, je kan het niet regelen. Je kan het niet regelen. Maar misschien is ook niks aan de hand, hè? Ja, maar weet je wat dit is? Als je gedurende vergaderingen, ik heb nou wat gezegd. Volgens mij heel normaal. Uh-huh. Volgens mij. Maar dan loop ik weg. Hey, gaat het? En denk van, huh? Ben je nog boos? En denk van, huh? Ja. En heel vaak is het zo van, en dan gaan we wel lachen. Maar ik denk van, wanneer was ik boos dan? Maar omdat, en dat is wat ik bedoel, van het moment dat ik niet meega in de flow, ja, is het negatief. En ik denk van, en dan denk ik bij mezelf, dit was niet eens een punt dat ik zo belangrijk vond. En dan vinden jullie dat al heftig. Dus als ik op een ander punt, wat ik wel belangrijk voor vind, waar emoties bij kan komen, dan is het explode. Ik kan het over zeggen. Ik had alleen een opmerking, maar ik ben heel benieuwd, want haar collega's kijken nu natuurlijk, wat er gaat gebeuren maandag sowieso. Wat hartstikke gezellig, joh. Wat hartstikke leuk. Ja, toch? Gewoon een slagroomtaart meenemen, kun je uitschelen. Ze hebben haar nu al gehoord, zonder dat ze het hoeft te zeggen. Ja, heerlijk. Misschien denk je dat ik, nou ja, maakt niet uit. Heeft het nou ook te maken met het feit dat jij zwak bent? En wat is dat dan? Want al het ongemak... En is dit nou een vraag? Ja, dit is een vraag. Okay. En ja, zo bedoel ik hem. Uh-huh. En, want voor iedereen geldt het ongemak dat als je boos wordt of ongemak uit, dat is voor iedereen lastig om te doen. Ook voor mij. Ja. Maar jij plaatst hem wel in een context dat het voor jou, en dat kan, heel extra lastig is. Dus daar ben ik gewoon even nieuwsgierig hoe dat nou zit. Want dit proces, dat herken ik ook. Ja, oké. Ik geef een voorbeeld. Er is een topic. Het is heftig. We hebben allemaal discussie. En als ik, nou ja, mijn uiting van emotie is veelal boos. Mm-hmm. Want dat is mijn go-to emotie. Een andere collega die gaat huilen. Stop, alles klaarleggen. La la la. En dan, ik heb het ook een keer in de vergadering aangekaart. Want toen was ik ook flink boos. Ik zei, wat is dit? We hebben dezelfde emoties. Alleen uiten wat anders. Mm-hmm. Waarom wordt er bij mij dan afgeschoven van, nou ja, je moet stoppen en je moet klaar. Maar bij haar, ik zo zie wat hier nu gebeurt. Want toen was ik ook echt boos. Het was wat je zegt, je bent moe, je hebt het gehad, je bent het zat. Wat is hierin het verschil? Ja. Hoezo? En nu moet je stoppen. En dan denk ik van, weet je, laat maar. Maar dat komt omdat je richting het ongemak gaat. Ja, ja, en dat is wat ik bedoel. Hele team is dan heel ongemakkelijk, stilte. Ik kom de volgende dag binnen. Het is echt van... Precies, en op een gegeven moment, om het zeg maar om dat ongemak weg te halen, want ik ben ook af en toe gewoon een clown. Dan kom ik en doe ik overdreven. En dan kunnen ze weer lachen. Ja, maar gisteren, ja, dat was wel ver te gaan. Ja, ja, maar weet je, soms gaat het zo. En dan heb ik, dat is dus wel mijn reddingsmiddel van. En dan vraag ik me ook echt af, want mijn vraag is nog steeds niet beantwoord dan, wat was het verschil? Het zijn dezelfde emoties zo uit en het anders. Waarom moet ik nu wel dimmen en dan gaan we wel om de anderen bekommeren? Ze was wit. Of ze is nog steeds wit. Ze leeft nog. Ze is wit en ik ben zwart. Maar ik begrijp dat je zegt dat dat het onderscheidende verschil is. Dat jij zwart bent en zij wit. Ja, dat denk ik wel. Nou, omdat wit natuurlijk de predominante kleur is. En ja, daardoor de meeste reacties en gedragingen herkenbaar zijn. En je gaat spiegelen. Ja. Dus als jij de dissonant bent binnen de groep, heb je al gauw kans dat je anders beoordeeld wordt. Dat snap ik. Ja. Ja. Het heeft te maken met erkenning en herkenning. We hebben een bijdrage van Gerco. Hij zegt, iedereen is tegen discriminatie, totdat het pijnlijk gaat worden. Als witte mensen echt weten wat er door NL is gebeurd in de koloniale tijd, dan komt er pas begrip voor de situatie van niet-witte Nederlanders. En dan verandert het beeld dat je hebt van NL. Dat sluit helemaal aan bij wat jij eerder al hebt gezegd. Ik wil nog één opmerking maken. Kijk, we zijn bijna aan het eind. En wat het gevaar dat loert is dat we nu eens een keertje over hebben gesproken en dat het daarbij blijft. Nou, dat hoeft niet zo te zijn. Vanuit ROC van Amsterdam is er gezegd, we staan open. Dus als je nog ideeën hebt of je wil dit op welke manier dan ook een vervolg geven, kom daar dan ook mee en wacht niet passief of loop alleen maar te mopperen. Nee, ga over tot actie. En dan wordt er van je gevraagd dat je een mail stuurt naar fastforwardmbo@ROC.rokva. Dus zo noem je dat toch? Rokva. Ja. fastforwardmbo@ROC.nl. En dan kijken we heel erg uit naar je bijdrage. Dan is het tijd voor de cooling down. En ik wil natuurlijk vanaf hier de groeten doen aan mijn dochter Garcelle, die hier op school de opleiding... Wat doet ze? Ze doet events. En ze zit te kijken. En ja, dit gaat ze niet leuk vinden. Ik krijg het waarschijnlijk op mijn bak. Maar ik hou van jou. Ja. Hartstikke mooi. We gaan een afsluitende oefening doen, waarbij we even gaan staan.
Allemaal. En als je thuis zit te kijken, ga ook staan. En wat we gaan doen met deze oefening is heel simpel. We gaan alle opgebouwde spanning en emoties eruit schreeuwen. Voor maar liefst 10 seconden. Make some noise! Keep it going, keep it going! Dankjewel, tot volgende week. Ik wil al mijn gasten bedanken en kijk volgende week weer. Zelfde tijd, zelfde zender. Doei! Ja, serieus? Want je was ook...